Martijn Bestin, ik ben 25 jaar en vaar op de reddingboot van IJmuiden en Huizen. Omdat ik op twee reddingstations vaar, heb ik verschillende functies bij de KNRM. In Huizen ben ik schipper op de reddingboot en hier in IJmuiden ben ik bemanningslid van de reddingboot. De KNRM verleent hulp aan iedereen die dat nodig heeft op zee of op de ruime binnenwateren. Dat kan beroepsvaart zijn of pleziervaart. En dat doen we 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. De KNRM is een goed doel. En wij zijn afhankelijk van giften en donaties. En die komen zowel vanuit de zakelijke markt als van de particuliere markt. En van de particuliere markt, dat kan iedereen zijn. Dat kan jij zijn, dat kan ik zijn of iemand die wij kennen. Die het KNRM een mooi doel vindt en daar graag haar steentje aan bij wil dragen. Het behouden van vrijwilligers voor de KNRM is heel belangrijk. Het kost tijd om al je kennis aan boord te vergaren en dus een alleskunner te worden. En eigenlijk zorgen we binnen heel Nederland met elkaar, oftewel dus samen ervoor, dat we het reddingwerk op zee en op het ruime binnenwater in stand kunnen houden op deze manier. Welkom allemaal op de Vrije Universiteit. We zijn heel blij dat u hier vandaag bent. En ik ben heel erg blij dat ik weer eens mag spreken richting een zaal in plaats van richting een camera met drie mensen voor je. Waarbij je dan niet meer weet welke kant je op moet kijken. Maar nu voel ik u in de zaal en kan ik op een andere manier spreken. Dat geeft veel energie. Dus heel fijn is dat. Speciaal welkom aan onze panelleden en ook aan Letitia Krivit. Maar natuurlijk ook aan alle andere mensen die nieuwsgierig zijn naar dit symposium. Wat niet alleen een heel mooi inhoudelijk thema heeft op zichzelf, maar wat ook een beetje een feestje is voor Theo Schuit. Vanwege het verschijnen van zijn boek. Het onderwerp van vandaag gaat over maatschappelijke betrokkenheid, over filantropie. Nou, de Vrije Universiteit dankt haar bestaan aan de filantropie, maar heeft ook tot vandaag altijd zich heel erg ingezet om wetenschap te bedrijven in nauwe verbinding met de maatschappij. En we hebben een speerpunt als universiteit, Governance for Society. En in dat speerpunt gaat het niet alleen over formele instituties, maar ook over wat burgers kunnen doen om bij te dragen aan een goede samenleving. In de faculteit waar ik aan leiding aan geef en waar Theo Schuit ook aan verbonden is, de faculteit Sociale Wetenschap, hebben we dat geconcretiseerd in het thema veerkracht. En ik denk ook dat het thema van vandaag heel erg raakt aan veerkracht en hoe je via maatschappelijke betrokkenheid ook veerkracht kunt realiseren. Nou, de Rijksoverheid of de overheid is hier ook goed vertegenwoordigd. En ook daar is dit thema ook rond de coronacrisis hoog op de agenda komen te staan. En ik zie dat net is binnengekomen Marja Hammersma, de secretaris-generaal van OCW. En zij is bijvoorbeeld heel erg actief betrokken bij het initiatief dat genomen is vanuit VWS, het doorbraakoverleg, om te kijken hoe je rond corona snel problemen van burgers kunt aanpakken. En ook in het voorjaar heeft BZK een bijeenkomst georganiseerd, een expert meeting, voor het monitoren van burgerinitiatieven. Dus ik denk dat zowel aan de universiteiten als bij de ministeries in Den Haag dit een belangrijk thema is. Maar ik denk dat iedereen die hier in de zaal is, zit, op de een of andere manier op dat thema betrokken is. De titel van het symposium luidt tweedeling of verder tweedeling of meer maatschappelijke betrokkenheid. Is dat dan een uitkomst van een crisis? Eigenlijk geeft Kees Schuit het antwoord
al in zijn titel, hoe maatschappelijke betrokkenheid ons helpt te overleven. En dat gaat dan niet zozeer over de uitkomst van de crisis, maar maatschappelijke betrokkenheid eigenlijk als een middel om, als er een crisis is, goede uitkomsten te bereiken en te zorgen dat mensen niet tussen wal en schip geraken. Dus ik denk dat ik de titel van vanmiddag, of van vanochtend moet ik zeggen, toch een beetje wil uitdagen. Gaat het hier om twee uitkomsten of gaat het hier om een middel om veerkracht te houden in de samenleving? Als je kijkt naar wat doet dan maatschappelijke betrokkenheid, dan kun je zeggen, nou ja, dat is goed, want op het moment dat burgers elkaar gaan helpen, dan draag je op die manier bij aan de oplossing van het probleem. Dat is natuurlijk zo. En tijdens corona hebben we ook heel veel voorbeelden gezien van mensen die voedsel gingen rondbrengen, allerlei dingen deden voor om de eenzaamheid tegen te gaan van mensen die bij verpleeghuizen muziek gingen spelen. Dus allemaal manieren om mensen het leven iets minder zwaar te maken. Maar dat is niet het enige. Want in die act of helping ontstaan ook nieuwe verbindingen tussen mensen. Verbindingen die niet zo makkelijk op andere wijze ontstaan. En die verbindingen zijn belangrijk ook voor het voorkomen van die tweedeling. En als je iets voor een ander doet, dan draagt dat ook bij aan je eigen gevoel ertoe te doen. En je eigen gevoel van competentie te zijn. En ook dat is belangrijk voor burgers die soms juist dat gevoel niet zo hebben. En door nuttig te zijn voor een ander, nemen zij zelf een krachtiger positie in. Ook daarvoor is maatschappelijke betrokkenheid goed. Het derde, en dat vond ik heel mooi zichtbaar uit een tweedoc over de koelkastenproject in New York. Ik weet niet of u dat gezien heeft. Maar dat ging wat mij betreft heel erg over wat doet maatschappelijke betrokkenheid met sociaal vertrouwen en ook met mensbeelden. Want wat gebeurde er in New York? Daar waren commerciële partijen die koelkasten ter beschikking stelden aan de stad, aan buurten in de stad. Die werden prachtig versierd met graffiti en die werden neergezet en burgers konden daar voedsel plaatsen, maar ook voedsel ophalen. Nou, het eerste wat je dan denkt in een stad als New York, wordt dat een enorm chaos en puinhoop. Mensen gaan plunderen en en ook allerlei rotzooi daarin achterlaten. Maar dat gebeurde helemaal niet. Maar het interessante was ook wel dat de initiatiefnemers eigenlijk zeiden, ja, maar als iemand de hele koelkast leeg eet, dan heeft hij dat kennelijk ook nodig. En daar spreekt een wat ander mensbeeld uit dan we soms informele instituties en ook vanuit de overheid zien. Dus ik denk dat daar ook lessen uit te leren zijn. Omgekeerd zijn er denk ik ook wel lastige kanten aan maatschappelijke betrokkenheid waarbij burgers eigenlijk zelf initiatieven nemen. En om er eentje te noemen, op het moment dat die initiatieven wat groter worden, dan ga je vaak combinaties of samenwerkingen krijgen tussen burgers en overheidsinstanties. En dat gebeurde bijvoorbeeld in Oost, in Amsterdam-Oost, in een buurt. Centrum dat de Meevaart heet. En in dat centrum hadden een aantal mensen een ruimte ingericht of een huis ingericht waar burgers initiatieven konden nemen en konden organiseren. En dat initiatief dat had op een gegeven moment subsidie nodig van de gemeente. En de gemeente wilde best subsidie geven, maar wat zeiden zij? Er is een jaarplan nodig. En het uitgangspunt van de initiatoren van dat huis was juist nou om spontane initiatieven van burgers te faciliteren. En ze hadden dus geen jaarplan. En dat, nou ja, dat heeft een hele tijd problemen veroorzaakt. Maar gelukkig is de gemeente Amsterdam een flexibele gemeente en hebben ze er een oplossing voor gevonden. En uiteindelijk kon die subsidie doorgaan. Maar daar zie je dat het spontane en het menslievende en het georganiseerde soms tegen elkaar opbotsen. Een tweede punt is natuurlijk, en dat speelt ook heel erg rond corona, is dat je
ja, veiligheidsmaatregelen hebt en dat je niet zomaar alles kunt doen. Je kunt niet zomaar bij mensen aanbellen en voedsel gaan afgeven, want je hebt hygiënemaatregelen nodig om te zorgen dat dat voedsel geen risico's oplevert. Je hebt misschien een mondkapje nodig voordat je aanbelt. Misschien mag je niet met groepjes komen die groter zijn dan. Kortom, regelgeving is ook iets wat soms de drijfveer of de passie achter de filantropie in de weg kan staan. En als laatste, en dan denk ik even aan Lesbos, een ander organisatorisch mechanisme heeft te maken met coördinatie. En op Lesbos zag je in Kamp Moria dat de burgerinitiatieven niet van de lucht waren en dat grote drommen vrijwilligers naar Lesbos afreisden. Ik weet er een beetje van, mijn zus woont daar. Op een gegeven moment mensen niet meer wisten wat ze moesten met al die vrijwilligers. Dus ook daar is het soms lastig om hele mooie initiatieven op zo'n manier te kanaliseren dat de passie daarin kan blijven, maar dat het ook organisatorisch goed loopt. Nou ja, dit onderwerp heeft natuurlijk heel erg veel verschillende kanten en ik heb daar zomaar eentje uitgepikt. Maar ik denk dat dit stof is voor allerlei verschillende invalshoeken en interessante discussies. Dus ik denk dat het vandaag een hele mooie bijeenkomst gaat worden. Theo, gefeliciteerd dat je deze bijeenkomst hebt georganiseerd. Wij zijn natuurlijk als faculteit en als universiteit heel erg trots op jou. Je bent al heel wat jaartjes bij ons aan het werk en het lijkt ook onstuitbaar energie die jij hebt. Ik heb het voorwoord en het eerste hoofdstuk van je boek gelezen. Dat smaakt naar meer, dus ik ga het helemaal uitlezen en ik zou ook iedereen hier van harte aanbevelen om dat te doen, om vandaag mee te discussiëren, maar dan ook te gaan lezen en te genieten van alles wat Theo te vertellen heeft. Een hele fijne bijeenkomst. Ja. We hebben een aantal praktijkvoorbeelden voor jullie verzameld van filantropie in de praktijk. En echt ook voor een deel aan de basis. En die hebben we een beetje door het programma heen gehusseld. Dit is ook een hele mooie, kijk maar. Ik ben Eline Krins, hoofdprojecten bij Kansfonds en als hoofdproject verantwoordelijk voor ons bestedingsbeleid en de advisering aan directie en bestuur. Bij Kansfonds geloven we in een samenleving waarin plek is voor iedereen. Vanuit de overtuiging dat ieder mens telt en ieder mens recht heeft op een menswaardig bestaan. En in Nederland zien we dat er heel veel mensen zijn die zo'n thuis ontberen. Niet de mogelijkheid hebben om een menswaardig bestaan op te bouwen. Als ik naar het nieuws kijk en je ziet de grote problemen van deze tijd en van de samenleving, dan kan me dat soms wel lam slaan. Dat je denkt van hoe kun je hier iets het verschil maken? En ja, dat is het mooie van werken in de filantropie en werken bij Kansfonds. Dat je de mogelijkheid hebt om te werken aan die grotere problemen. Samen met andere fondsen, met projectpartners en met mijn eigen collega's. Als je bijvoorbeeld kijkt naar onze inzet voor dak- en thuisloze jongeren, dat doen we al wat langer, dan zie je eigenlijk dat je met heel weinig geld een heel groot verschil kan maken. Het ergste van hun situatie is dat mensen hun niet meer zien, dat mensen ze niet meer horen, dat mensen het liefst wegkijken. Dus dat is wat die initiatieven doen, die brengen die menselijkheid weer terug. Want je hebt andere mensen nodig om jezelf weer mens te kunnen voelen. Helemaal goed. We gaan nu naar de auteur waar het allemaal om draait vandaag, dames en heren, Theo Schuit, die ik al vele jaren ken. En toen ik zijn boek zat te lezen, toen schoot mij af en toe ook door gedachten een ander boek, het boek van Rutger Bregman, De meeste mensen deugen. En toen dacht ik, wat Theo schrijft, over de academische touch uiteraard,
is eigenlijk wat Rutger Bregman in zijn boek schrijft. Het is eigenlijk een soort basiswaarheid, de meeste mensen deugen. Dat is eigenlijk ook, je vliegt het anders aan Theo, maar is wel een soort basisstroming. En ook iets wat eigenlijk blijft. Wat in het boek van Rutger zo prachtig zit, voorbeelden uit de geschiedenis. Wat in jouw boek prachtig zit, een aantal voorbeelden uit het heden, maar een soort onderstroom. En ook dat zal in dit gebouw ongetwijfeld aansluiten bij veel overtuigingen die hier heersen. Een soort onderstroom van dat de meeste mensen het goed bedoelen en goed willen doen. En dat is volgens mij een hoopgevende boodschap die ook volop zit in het boek van Theo Schuit. Zullen we voor hem klappen? Lijkt me wel, hè? Theo Schuit. Nou, dankjewel Charles. Een beetje te veel eer hoor. Het gaat om de inhoud van het boek. Ik ben heel blij dat u er allen bent, ook de mensen van het panel. Karin, jij bent conrector, hebt een hele drukke baan. Je bent ook decaan, dat is allemaal bestuurlijk. Maar als je hier achter het katheder staat, dan doe je wat hier op de universiteit ook hoort. Dan geef je aan een college en dat vind ik heerlijk. Ik vind het heerlijk om bij andere mensen te luisteren. Ja, soms vind ik het ook leuk om zelf te praten, maar dankjewel. Goed, dat ga ik doen. Ik probeer het in 5 minuten voor elkaar te krijgen. Dank u allen. Dank ook mevrouw Griffiths, panelleden. Charles, ook hartelijk dank dat je dit wil doen vandaag. Na mij komen nog 6 anderen aan het woord die zeker een oordeel zullen geven over de inhoud en de kwaliteit van dit boek. Ik beperk mij de komende minuten tot hoe ik tot dit schrijven ervan ben gekomen en met welk doel ik het heb geschreven. Ik heb sociologie aan de VU gestudeerd bij de afdeling Sociologie van de Hulpverlening van professor Henk van den Berg. Inhoudelijk vertrekpunt was dat de wereld van de macht verschilt van de wereld van de hulp. Begrippen als bestuursnood en samenlevingsnood werden duidelijk onderscheiden. Er werd onderzoek gedaan naar lokaal opbouwwerk door mijn collega Gert Lene en onderzoek gedaan naar de effecten van het decentralisatiebeleid van de Rijksoverheid op de participatie van de burgers. Ik heb nog hele rapporten in mijn kast staan. Daarbij werd dankbaar gebruik gemaakt van onder andere het werk van Ramesh Misra, dat ook heel sterk in dat huidige boek zit, over social policy. Dat is niet sociaal beleid, maar het is eigenlijk hoe komen voorzieningen in elk land tot stand. En dat boek, daar werd ik op geattendeerd door mijn collega Leo Willems, hier ook aanwezig. Later maakte ik kennis en raakte bevriend met UvA-hoogleraar Jacqueline Soetenhorst de Savornier-Lohman. Haar zoon is hier, dank Weert. Die stelde dat het overheidsbeleid, het gelijkheidsprincipe van de ethic of justice, dat overheidsprincipe eigenlijk te veel doorgeslagen was ten koste van de ethic of care. In haar boek Doe wel en zie om, maatschappelijke hulpverlening in relatie tot het recht, stelde ze dat de overheid wel moet handelen zonder aanzien des persoons, maar dat het soms toch ook wel nodig is om eens iemand aan te kijken. Met aanzien des persoons. Haar boek heeft niets aan relevantie ingeboet als we de huidige toeslagenaffaire in ogenschouw nemen. Filantropie blijft een rot begrip. Als ik zeg ik ben hoogleraar filantropie, dan heb ik gelijk een gesprek. Doet u in postzegels? Nee, dat is filatelie. Goed. Het staat voor inderdaad vrijwillige inzet voor de gemeenschap. Van de week heb ik nog het hoofdstuk van Willem Trommel in de WRR-verkenning. Marianne. Gelezen. Maar dan is toch de aandacht te veel op de rijken. We denken altijd filantropie, dat zijn de rijken. Dat is niet zo. Mijn boek is eigenlijk een anti-Amerikaans boek. Laat ik het dan even hardop zeggen. Het is namelijk filantropie, gemeenschapszin is van alle landen. Alle samenlevingen hebben instituties waarin dat, laat zeggen, op een bepaalde manier ethisch wordt voorgeschreven of institutioneel wordt georganiseerd. En wij denken altijd, het is altijd Bill Gates en het is altijd Warren Buffett en het is altijd meneer Steve Jobs vandaag weer. Het is altijd de miljarden. De Nederlandse huishoudens, die geven de miljarden. U. In Europa, met mijn collega Barry Holweb, hebben we onderzoek gedaan over geven in Europa. De huishoudens geven. En wie komt er in de krant? Wie haalt de voorpagina? Bill. Ik hou ook altijd een beetje van. Ik heb vroeger een popgroep gehad en dat heb ik nooit meer afgeleerd. Goed. Wat wilde ik zeggen? Ook de VU is inderdaad ontstaan door sponsoring. Gesticht door Abraham Kuyper, 1880, maar sponsoring. En wat was heel belangrijk, dat waren inderdaad de VU-busjes. Panelleden krijgen ze als cadeautje. VU-busjes, maar ook vrouwen VU-hulp. Onder leiding van mevrouw Koetsier
13.000 gereformeerde dames die met busjes op de schoorsteenmantel geld verzamelden voor haar universiteit. De VU, en dan Tede Smidia weet dat, is tot 1967 ook gedeeltelijk betaald door die gereformeerde achterban. En dat ging niet om het geld, maar dat was hun commitment. He, als ik met Wim Pijbers praat over een aandeel in de VU, dat was haar aandeel. Nou, toen werd het modern management, public management, en nou, die vrouwen die zijn nu allemaal dik in de 80, zitten bij de notaris en doen in hun nalatenschap een making aan de Hart Foundation, maar niet aan de VU. Nou, dat is eigenlijk de essentie van het boek. Bij een studiereis naar de Verenigde Staten begin jaren 90 ontdekte ik dat de maatschappelijke betrokkenheid daar zichtbaar en in kaart werd en wordt gebracht door het onderzoek Giving USA. In 1995, ik loop hier inderdaad al enige jaren rond, startte ik met het VU-onderzoek Geven in Nederland, empirisch onderzoek naar de Nederlandse betrokkenheid. In 1997 verscheen het eerste boek, vormgegeven door Brigitte Schouten, die vandaag ook de hele organisatie weer in de handen heeft. Wim Nome, collega van Tede in die tijd, voorzitter van het college van bestuur VU, hield de inleiding met de presentatie. Snel daarop kreeg ik hulp van onderzoekers Barbara Gouwenberg en Jan Smit. Het VUMC, de voorzitter van de Raad van Bestuur toen, Elme Mulder. Hartelijk fijn dat je er vandaag ook bent. De rector van de VU toentertijd, Tede Smidia. Dank dat je er bent. En de interim-decaan Andries Sanders, helaas afwezig vanwege ook het overlijden van zijn echtgenote, maakte op verzoek van de geldwervende fondsen, de kerken en de vermogensfondsen, het mogelijk dat er in 2001 de eerste leerstoel filantropie aan de VU werd ingesteld. Ons center telt momenteel 14 onderzoekers. Nu, met welk doel heb ik het boek geschreven? Het klinkt raar, maar ik meng mij niet in politieke discussies. Ik verkondig geen politiek standpunt en wens me ook niet te mengen in een politiek debat. Wel lever ik vanuit de wetenschap een bijdrage aan dat debat. Het doel van het boek is het zichtbaar maken en het wetenschappelijk op begrip brengen van wat particulier initiatief in Nederland betekent. Wat Nederland zo Nederlands maakt. Wij hebben het grootste aantal stichtingen en verenigingen van alle landen van de wereld. Je zet 3 Nederlanders bij elkaar, ik roep het altijd, en je hebt een stichting. Nou, dat is Nederland. En dus de titel van dit symposium, en gelukkig ook de decaan heeft al opmerking over gemaakt, dekt dus eigenlijk de bedoeling niet. Verder de tweedeling of meer maatschappelijk betrokkenheid. Nee, en daarom ben ik zo blij, Marjan, dat jij namens, laat zeggen, toch het ministerie OCW ook hier bent. Eigenlijk zou de titel moeten zijn verdere tweedeling of meer politieke en beleidsaandacht voor die maatschappelijke betrokkenheid. Arjan de Geus zit in de zaal, Marnix van Rij zit in de zaal. Nou goed, we blijven het roepen. Met dit boek doe ik een poging de theorievorming een stap verder te brengen en het onderwerp binnen de wetenschappelijke wereld te agenderen. Binnen de VU gaat het in ieder geval goed. Ons center kent tegenwoordig 4 hoogleraren filantropie. Professor René Beckers, mijn opvolger en leider van het center. Professor Pamela Wiepking zit momenteel in de Verenigde Staten. Professor Eva Merz en ikzelf. Ook dit boek is kunnen ontstaan met de steun van een breed draagvlak. Inhoudelijk heb ik veel te danken aan mijn collega's Gert Lene, Leo Willems en Jacqueline Soetenhorst de Savorne Lohman. Toen ik het boek aanbood aan Mark Berends van de uitgeverij Boom, heeft deze, zonder dat ik het wist, Edwin Venema gevraagd om naar de oorspronkelijke tekst te kijken. Edwin was bijna 15 jaar hoofdredacteur van het filantropie-opinieplatform De Dikke Blauwe en is tegenwoordig nog steeds actief als onafhankelijk filantropie-publicist. Hij kan er vandaag helaas niet bij zijn. Hij meldde de uitgever, ik citeer, dat is niet van mezelf, het is Schuits maatschappelijke plicht dit boek een rol te laten spelen in het publieke en politieke debat over de toekomst van Nederland na COVID. Het is echter te wetenschappelijk, moet dat blijven, maar moet toegankelijk wetenschappelijk worden gemaakt. Hopelijk is het resultaat ernaar te danken aan Edwin. In hoofdstuk 8 van dit boek, over mobiliseren en activeren, worden de factoren weten en gevraagd worden als belangrijke stappen genoemd. Mijn collega promovendus Dr. Jos Raad, hier ook aanwezig, heeft onbaatzuchtig al die mooie
zaken, met de marketing, zijn marketing expertise ten dienste van dit boek ingezet. Ik voel me soms helemaal, helemaal gelukkig. En mij krachtig gesteund. Jos, dank daarvoor. Voor de promotie van dit boek in sociale media hebben de jeugdige mediatalenten Abel de Boer en Marlena van Dam onder bezielende leiding van Jos filmpjes en interviews gemaakt. Altijd dank voor de sponsors. De samenwerkende brancheorganisatie Filantropie. Jan, dank dat jullie dit meefinancieren. De stichting KSBW, Reinier Russel, ook heel belangrijk voor een postacademische opleiding die zij bij ons hebben mede ondersteund. Het Kansfonds, de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij, ik noem dat altijd. Durf, hier de nieuwe dienst fondsenwerving van de VU. Delia, hartelijk dank. De VU-vereniging, Frans van Drimmelen, heeft zich daar ook voor ingezet. Vooral ook de Nederlandse Postcode Loterij, de NPL. Boom, Den Haag, Boom, Amsterdam, Mark en Weert, hartelijk dank. En er is ook een Engelse vertaling. En Wim Pijpers is hier, maar ook Roelof Prins van de Verre Bergen. En ook Rogier van Vliet van Adesium hebben die Engelse vertaling mogelijk gemaakt. Die komt, ik kijk eerst op aanraden van mijn marketingcollega Jos, wat het boek in Nederland gaat doen. Of het inderdaad een Bregman 2 wordt, of een klein Bregmannetje. Wie weet, wie weet. Wat? Van oplagen? Dan mag ik van Boom alles publiceren als we dat voor elkaar krijgen. Maar goed, laten we hopen dat het gaat om de boodschap. Goed. Deze mensen die ik net noem, zijn eigenlijk ook het draagvlak voor het boek. En dat is zo belangrijk. Het is niet geld, het is draagvlak. Dat vergeten we altijd. Als ik ooit college geef over wat moet je doen bij fondsenwerving, geen geld vragen, je moet betrokkenheid organiseren. En dan komt geld vanzelf. Goed. Mevrouw Griffiths, in een van uw huidige functies als voorzitter, dat wist ik namelijk helemaal niet, excuses Letitia, als voorzitter van de Raad van Commissarissen van de NPL, weet u wat goede doelenloterijen betekenen voor de vele particuliere initiatieven in Nederland. Graag maak ik ook in colleges gebruik van het voorbeeld dat de goede doelenloterijen een typisch Nederlandse uitvinding zijn. Want laten we eerlijk zijn, gokken mag niet, dat mag niet. Zeker in gelovige kring. Maar als je er een goed doel aan verbindt, tja, dat is typisch een Nederlandse koopmansoplossing. Ja, dan mag het. Nou, en je weet hoeveel miljoenen, want het is bijna 550 miljoen jaarlijks. En als we kijken naar de giving, ik heb jarenlang de giving, World Giving Index ook voor de loterijen gedaan wereldwijd. Daar staat Bill Gates als uitgave 1. Daar staat meestal de Wellcome Trust, 600 miljoen pond of 650 miljoen pond, 2 in Londen. En 3 inderdaad de Goede Doelenloterij in Nederland. Maar goed, wereldwijd. Het is een eer, Letitia, dat u bereid was en is en bent het eerste exemplaar. Het was overigens nog spannend met de papierschaarste of het boek er op tijd zou zijn. Dank, Boom. In ontvangst te nemen. Het officiële moment is daar. Mevrouw Griffiths, mag ik u vragen? Zo. Ik zal deze even wegpakken. De fotograaf. Dat is inderdaad die ook prachtige filmpjes samen met Marlene heeft gemaakt, Abel. Letitia, je bent betrokken bij de Goede Doelenloterijen. Dat is ter stimulering van maatschappelijke initiatieven, burgerinitiatieven, maatschappelijke organisaties. Daar gaat het boek over. Ik hoop inderdaad, zoals Charles zegt, dat dit de aandacht is. Het gaat niet om mij. Dat zegt mijn echtgenote Monique ook altijd tegen mij. Het gaat niet om mij. Het gaat om de boodschap. Hier zit een boodschap in. Een wetenschappelijke onderbouwing van dat alle samenlevingen iets hebben. Zoals wij, goede doelen, loterijen. En dat heb ik hier proberen wetenschappelijk te verduidelijken. Ik vind het een eer om het aan u te mogen geven. Bij deze. Dank u wel. Goedemiddag, of even kijken, goedemorgen nog steeds. Goedemorgen allen. Dank Theo Schuik voor dit prachtige boek. Het is een boek geworden dat dwingt om filantropie ook anders te bekijken.
Een boek waarin de structuren, die het kader vormen voor filantropisch gedrag, zichtbaarder worden gemaakt. Een boek dat je verleidt om je eigen waarnemingen en gedrag opnieuw tegen het licht te houden. Bij het lezen van dit boek werd ik al verleid bij de woorden dat filantropisch gedrag overal ter wereld voorkomt. Ja, ik ging na, welke landen ben ik dan op reis geweest en heb ik daar filantropisch gedrag gezien? Ook bij de woorden dat filantropie gaat over het welzijn van anderen, de gemeenschap en het collectief. En dat samenlevingen daar eigen regels, normen en waarden voor hebben. Normen over hoe het te doen en waarden die raken aan waarom het te doen. Ik dacht bij het lezen van het boek aan het fenomeen pleegmoeder, pleegouderschap, dat diep geworteld is in de Surinaamse cultuur en samenleving. Dit gebeurt, anders dan in Nederland, zonder enige vorm van overheidssteun. Het is een daad van medemenselijkheid om het kind van de ander op te voeden als de eigen ouders daartoe niet in staat zijn, om welke reden dan ook. Armoede, onveiligheid, dat doe je gewoon. Dat doe je als tante, dat doe je als verre nicht, dat doe je als buurvrouw, dat doe je omdat iemand, een wildvreemde, je dat vroeg. Je doet het ook als gemeenschap. Je doet het als collectief. Het is een vorm van inzet enkel en alleen in het belang van anderen. Theo Schuit laat in dit boek op een zeer toegankelijke en overtuigende wijze zien dat filantropie er is voor alle mensen en in alle samenlevingen voorkomt. Filantropie is het cement van iedere samenleving. Schuit maakt in zijn boek duidelijk dat je voor de aanpak van economische en sociale problemen in een land niet alleen moet en kan rekenen op de overheid. Niet zij, de overheid dus, maar ook wij moeten het doen. En wij staat voor wij met z'n allen, voor particulier initiatief, voor maatschappelijke betrokkenheid. In het boek wordt het internationale onderzoek Global Civil Society aangehaald. Daaruit blijkt al een tijdje geleden dat Nederland de nummer 1 is van de wereld met de grootste non-profit sector. De kracht die die maatschappelijke en grote maatschappelijke samenhang met zich meebrengt, liet zich sterk zien tijdens de pandemie. Die kracht wilde heer Schuit graag verdiepen met een door hem bepleite faculteit filantropologie, die naast onderzoek opleidt tot filantropoloog. Een mooie term voor een mooie gedachte, een eigen wetenschappelijke discipline. Zo kan je nog geschiedenis schrijven. Dit kan bijdragen aan een beter begrip van filantropie en aan verdere profilering en professionalisering, wat ik van harte ondersteun. Daarin zou goed passen de erkenning en waardering van de sterk toenemende aantallen burgerinitiatieven. Mede geholpen door de digitale mogelijkheden van vandaag de dag laten steeds meer burgers van zich horen. Zij verenigen zich en halen zelf geld op voor een zaak die hen nauw aan het hart gaat. Initiatieven die soms ontregelend werken, soms disruptief zijn en juist daardoor waardevol kunnen zijn. Dat het particulier initiatief perspectief biedt, heb ik vaak vastgesteld in mijn rol als voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Nationale Postcode Loterij en de Vriendenloterij. Deze loterijen, en ik zeg het voor de zekerheid toch maar in dit gezelschap, zijn Nederlandse particuliere initiatieven, opgericht met slechts één doel: maatschappelijke organisaties structureel te ondersteunen, ongeoormerkt en bekendheid geven aan hun werk. Het fenomeen van fondsen werven met een loterij is overigens een traditie die teruggaat tot de middeleeuwen. En zelfs is opgenomen, dat moet u waarschijnlijk wel weten,
op de UNESCO-lijst voor immaterieel cultureel erfgoed. In de laatste cijfers geven in Nederland van de Vrije Universiteit, nu nog zo'n waardevol initiatief van de heer Schuit, las ik dat alleen al 80% van de huishoudens in Nederland minimaal één goed doel ondersteunt. En dat maar liefst 40% van de Nederlanders aan vrijwilligerswerk doet. De betrokkenheid in Nederland is dus indrukwekkend groot. Ik hoop dat dit boek eraan zal bijdragen dat dit feit zichtbaarder wordt. Hetzelfde geldt voor het breed gedragen en gedeelde gevoel van trots daarop. En dat zich dit ook vertaalt in de erkenning vanuit de politiek van het belang van een sterk en onafhankelijk maatschappelijk middenveld. De Postcode Loterij, inmiddels actief in 5 landen, steunt dankzij miljoenen trouwe deelnemers jaarlijks in ons land alleen al ruim 150 goede doelen en vele maatschappelijke initiatieven met geld dat wij als loterij in vertrouwen geven aan begunstigden. Zij kunnen dit naar eigen inzicht inzetten waar en wanneer zij willen. In onze visie hebben goede doelen het meeste baat bij vrij besteedbare en lange termijn financiering. Dat kan dus dankzij die deelnemers. Door hun bijdrage aan de loterij, zij zijn zelf ook een beetje donateur. En daardoor nauwer betrokken bij al die bijdragen aan de gemeenschap en het versterken van de veerkracht van de samenleving. Zeker in tijden van crisis zoals COVID-19 zagen wij het belang van deze flexibele manier van financiering van de loterij nog duidelijker worden. Organisaties konden meteen acties ondernemen, dan wel hun werkwijze aanpassen aan actuele ontwikkelingen. Ook aan sommige noodkreten kon de loterij tegemoetkomen, zoals de voedselbanken en ook de Nederlandse Rode Kruis, die daarmee in Nederland en ook in het Caribisch gebied meer hulp kon bieden. De toegevoegde waarde van deze manier van financieren blijkt ook uit een van de eerste onderzoeken die is uitgevoerd door de leerstoel de maatschappelijke betekenis van de Goede Doelenloterij. Deze leerstoel is gevestigd bij het Centrum van Filantropische Studies aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit. Wordt bekleed door, ze werd net al genoemd, professor Pamela Wiebking, die helaas niet aanwezig kan zijn vanwege verblijf in Amerika. De leerstoel, die wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij, onderzoekt onder andere de effecten van dat vrij besteedbare geld op de effectiviteit van de ontvangende organisaties. Waar mensen met een ideaal elkaar vinden, elkaar stimuleren en versterken, ontstaan waardevolle en betekenisvolle initiatieven. Dat weet professor Schuit natuurlijk al heel lang. Dat zal ook blijken uit alle korte films die u vandaag zal zien. Dit boek benadrukt het belang van deze grote verbindende kracht in ons land en zet daar terecht het licht op. De heer Schuit heeft een theoretische construct ontwikkeld waarmee begrijpelijk en inzichtelijk wordt gemaakt dat alle samenlevingen een fundamentele functie van gemeenschapszin kennen, waar filantropie en filantropisch handelen de uiting van zijn. Inzet in het belang van anderen. En daarmee krijgt filantropie terecht de plaats die het verdient. Niet aan de randen van onze maatschappij en onze samenleving, maar in het kloppend hart ervan. Maatschappelijke betrokkenheid, dat doet er inderdaad toe en helpt ons overleven. Dank. Dankjewel, Letitia. Toen we straks dat filmpje zagen van de reddingmaatschappij, toen zei ik van, oh ja, ja, de reddingmaatschappij. Het volgende filmpje gaat over een organisatie. En in alle eerlijkheid, ik kende ze niet. Maar ze doen volgens mij prachtig werk. Misschien kent u het ook niet, maar na dit filmpje wel. Het Tesselfonds. MUZIEK
Mijn naam is Jacob Bokveld. Ik ben voorzitter van het Tesselfonds op Tessel. Het Tesselfonds bestaat 15 jaar. Is letterlijk begonnen met een eerste gift van 1000 euro. Maar inmiddels is dat echt verveelvoudigd tot echt een significant bedrag. Waarmee we echt impact kunnen maken. Dus ja, dat is eigenlijk natuurlijk een heel mooi cadeau. Wat het Tesselfonds graag wil, is een bijdrage leveren aan de sociaal-maatschappelijke structuur op Tessel. Die is belangrijk voor het leefklimaat, voor het milieu, voor de cultuur. We staan hier bij de bunker op Tessel. Veel mensen die Tessel bezoeken kennen dit punt. Een oude bunker uit de Tweede Wereldoorlog, hoog op een duintop. Waarbij je Tessel eigenlijk aan alle kanten kan zien. En wij hebben dit project ondersteund door een bijdrage te leveren aan de borden die het verhaal vertellen van deze plek. Ja, ik hoop dat de Tesselaar daarmee zijn eigen omgeving blijft herkennen. Dus dat de omgeving die natuurlijk gewoon verandert door de jaren heen. Maar dat de Tesselse eigenheid, de Tesselse bijzondere dingen, dat die ook zichtbaar blijven. En dat ook jonge Tesselaars kunnen genieten van dingen die de oudere Tesselaars als normaal hebben beschouwd in hun omgeving en in hun leefwereld. Ja, dat eigenlijk ook op generatie bewaard blijft. En dat, ja, dat is denk ik een stukje erfgoed van Tessel, wat ook Tessel heel uniek maakt voor de Tesselaars, maar ook voor de bezoekers van Tessel. Nog die eerste 20 pagina's niet gaan lezen, dan weet ik het niet meer. Een kleine bekentenis, dames en heren. Als je hier kijkt naar die keus, de verdere tweedeling of meer maatschappelijke betrokkenheid. Ik behoor tot één beroepsgroep die zich meestal iets meer bezighoudt met die tweedeling en aandacht daarvoor dan voor die maatschappelijke betrokkenheid. Mag ik het zo zeggen? Goed nieuws is geen nieuws, weet u nog? En ik heb wel een beetje mijn best gedaan om erover te schrijven dat er ook een andere kant is. En ik ben betrokken geweest, dat Theo ook, iemand straks Edwin Venema. En ik heb in de schaduw van Edwin, want die is de grote drijvende kracht altijd geweest achter de dikke blauwe. Ook daar een aantal jaren ben ik daar actief geweest. En het was eigenlijk maar twee een soort parallelle werelden. Als je in die filantropiewereld was, dan kwam je voortdurend mensen tegen. Uiteraard die goed deden en het goed bedoelden en heel positief waren en een optimistisch mensbeeld hadden. En dan maakte je de overstap weer naar je eigen vak, naar de journalistiek. En als je dan wel eens de productievergaderingen dingen voorstelt, van, ja, we kunnen er ook anders naar kijken naar dit onderwerp, dan was je weer een soort positivo. En dat is een beetje een soort lot wat ik met me meedraag. Ik ben als het om media gaat, een veelvraat. En soms blijven ineens artikelen ontzettend in je gedachten hangen. Ik weet niet of je dat ook hebt. En ik weet nu nog een artikel in 2019 in de Volkskrant. Wat door een van de columnisten van de Volkskrant nog steeds de azijnbode wordt genoemd, Sylvia Witteman. Maar er stond een artikel onder de kop: de gewone Nederlander is helemaal niet boos. En dat ging over het onderzoek van INO van Peter Kannen, waarin eigenlijk stond: ja, de gewone Nederlander is eigenlijk helemaal niet boos. En aansluit met wat ik straks zei van de meeste mensen deugen en de boodschap van Theo Schuit. Dan kom je eigenlijk op een soort beeldvorming die positiever is dan mijn beroepsgroep jullie voortdurend probeert te vertellen. Ben je het mee eens? Toch? Ja, ik kan het ook niet helpen. Ik doe het al 40 jaar met heel veel plezier, maar het is wel waar. We zijn ontzettende mopperpotten. Maar dan gaan we nu vandaag wat, niet tegen gif, maar wel een soort tegen geluid horen. Ook met Theo. Mag ik de forumleden naar voren vragen? Het is bijna een soort politbureau, Theo, heb je georganiseerd, hè? En wat ik jullie eigenlijk in de aftrap zou willen vragen, het gaat tenslotte om het prachtige boek van Theo. En dan begin ik hier, want Theo zit helemaal erachteraan, bij jou Marianne, als je het goed vindt. Zeg wat je van het boek van Theo vindt, de sterke kant of de zwakke kant, spreek vrijmoedig. Wat valt je erin op? Ja, komt vast goed. Ja. Ja. Ik vind het een fantastisch boek. We mogen ontzettend dankbaar zijn dat we zo'n boegbeeld als Theo Schuit hebben. Het is rijk geannoteerd. Ik heb er ongelooflijk veel van geleerd. Het zet me ook aan het denken. Ik hoop dat we er in deze paneldiscussie aan toekomen. Er zijn ook wel punten waarvan ik zeg, daar maak ik wat kanttekeningen bij. Dat past ook, denk ik, bij mijn positie als WRR-lid. Daar hebben we een verkenning over geschreven. Maar ik vind het alles bij elkaar een heel erg rijk en informatief boek. Ja.
wat leer jij ervan? Want je noemt terecht ook jullie publicatie, of publicaties mag ik in de loop van de jaren zeggen. Wat valt je er vooral in op? Wat ik heel mooi vind is dat hij de good en de bad en die ugly weer beschrijft. Dat hij wel degelijk ook oog heeft. Ik bedoel, het is niet een blinde filantropie aanhanger. Hij heeft ook wel degelijk oog voor dingen die niet goed gaan. Dat vind ik er heel mooi aan. Het theoretisch construct vind ik mooi. Ik hoop dat we er straks aan toekomen. Ik heb wel het nodige op te merken over zijn... Ik vond dat mevrouw Griffin dat heel knap uitsprak. Filantropologie initiatief. Weet je waar ik aan, toen ik het voor het eerst zag, waar ik aan moest denken? Een Kees van Kooten. Ja, precies. Ja. Ja. Mijn naam is een filantropologie. Vind je erg, Theo? Nee, daar zou ik graag nog over willen discussiëren. Over of dat ook... Ja, het staat op mijn lijstje, ja. Absoluut. Ja, ja, ja. Jan van Bergen van SBF, ga je gang. Ja, een plezier om te lezen. Het is een bevestiging van, wij zeggen vaak, goed doen zit in ons DNA. En dat ervaren we in Nederland gewoon dagelijks. Er worden voortdurend initiatieven genomen. De coronatijd is een soort hype daarin, een hele positieve hype. We hebben ook gezien wat Nederland allemaal vermag. Maar het is ook bemoedigend en interessant om te zien als je internationaal gaat kijken, dat het in allerlei andere contexten, andere vormen krijgt, maar dat het gewoon in de mens zit en maatschappelijke betrokkenheid, nabijheid, vorm geeft. Ja, helemaal goed. Marjan, ministerie OCW. Ja, ik moet wel een bekentenis doen. Ik ben van die marketing, die eerste 20 pagina's moet ik zeggen, want ik had geen tijd om het hele boek te lezen. Maar dat hoeft volgens mij ook niet, omdat ik heel vaak met Theo ook gesproken heb. En van zijn wijze inzichten en vooral enthousiasme heb genoten. En hij heeft ook een beetje geholpen om de schroom van mij als iemand die bij de overheid werkt een beetje af te gooien. Omdat wij in het begin wel heel erg het gevoel hadden, wij mogen eigenlijk niet zoveel vragen van de samenleving. Want het is toch echt belangrijk, zeker op de terreinen waar ik verantwoordelijk voor ben, cultuur, onderwijs, wetenschap, dat de overheid daar eigenlijk echt zijn taak neemt. En doordat Theo niet naliet om iedere keer bij me op bezoek te komen en te zeggen, maar Jan, dat hoeft niet. Ga gewoon samenwerken, ook met goede doelen en met andere fondsen. Daar hebben we de afgelopen tijd best veel stappen gezet. Dus zonder dat ik het boek heb gelezen, voel ik me nu toch alweer geïnspireerd door Theo. Ja, helemaal goed. Joost, van de NOV, Organisatie van Vrijwilligers. Jij vertegenwoordigt natuurlijk een sector die is zo ontzettend Nederlands, hè? Want... We zijn een aantal opzichten uniek en onze vrijwilligerssector is er zeker deel van. Wat vind je in het boek terug over ook jouw werkveld? Nou, ik vond het zo mooi dat het boek blijft niet steken alleen in de theorie, maar geeft ook heel erg die praktijk die er is. En ik denk dat het vrijwilligerswerk er een is van vooral het doen en niet zozeer over het nadenken waarom doen we het en hoe doen we het. En dit boek geeft een hele mooie verbinding daarin met die twee kanten. Terwijl ik het aan het lezen was, had ik dat beeld van de kaleidoscoop. Het is zo'n buisje met die gekleurde glas. En als je dan draait, dan zie je weer een ander patroon. En eigenlijk elk hoofdstuk gaf voor mij weer een andere invalshoek en een ander patroon die te maken heeft van hoe we het in Nederland doen. Ja. Oké. Okay. Ja, Thijs, namens de lokale organisaties? De vertegenwoordiger van bewonerscollectieven. Je hebt af en toe zo'n boek waarvan je denkt, dan neem ik een tijdje met me mee. Dat hou ik in mijn tas en daar kom ik regelmatig op terug. En... Iets naar de microfoon toe. Iets naar de microfoon toe. En dat komt eigenlijk omdat het zo raak beschrijft waar al dit soort particuliere initiatieven tegenaan lopen. En de verwensing die ze vaak ook hebben in meer aandacht, maar misschien soms ook wel wat meer medewerking. Dus het helpt ons heel erg. En misschien als kritiekpunt, ik hoorde je zeggen, ik doe niet aan politiek. Ik zou je er wel willen aanraden om het wel een beetje politiek te maken. Je bent schatplichtig als je zo'n boek schrijft met zo'n lange staat van dienst. Dan ben je ook schatplichtig om daar iets mee te doen. En volgens mij stiekem doe je dat ook wel. En politiek is veel meer dan een Tweede Kamer of een minister. Dat is ook het ministerie van OCMW bestoken. Of ons als maatschappelijk middenveldorganisaties helpen. Dus maak het ook politiek. Ik denk dat zou mijn oproep aan je zijn, Theo. Want Thijs, even daarbij aansluitend. Ik noemde straks al een paar dingen over het maatschappelijk klimaat. Daar zitten jullie vol in. Met in de buurt die jullie vertegenwoordigen zeer uiteenlopende politieke opinies. Van het ene naar het andere uiterste heb je mee te maken. Hoe kijk jij nu naar, even ben ik toch benieuwd naar jouw perspectief daarop, omdat je zo het van onderop kunt beschouwen. Hoe jij kijkt nu ook naar het politieke klimaat met die uitersten die elkaar nogal vaak verketteren.
Althans, er zijn mensen die elkaar verketteren. Ja, zeker. Dat geeft veel onrust. Dat geeft ook een gevoel, we kunnen ons niet helemaal verlaten op de overheid, dus we moeten veel zelf gaan doen. Dat geeft ook kracht aan mensen. Dat is een van de aspecten die we daarin zien. Maar ik denk ook wel steeds meer het belang van maatschappelijke initiatieven, maatschappelijke organisaties, als een soort intermediair tussen die overheid en de al dan niet boze burger. Ik denk dat die een hele belangrijke rol vervullen in, nou, kijk bijvoorbeeld naar vaccinatiebereidheid. Dat soort gesprekken voer je op het schoolplein, voer je bij de voetbalclub, voer je in het buurthuis. En met elkaar deel je je zorgen, zonder dat daar een strategie of boodschap achter zit. En ga je met elkaar kijken, is het nu slim om te laten vaccineren of niet? Zijn mijn zorgen terecht? Welke informatiebron kan ik vertrouwen? Dus het geeft eigenlijk ook nog veel meer urgentie aan al dit soort maatschappelijke initiatieven om zich met dit soort onderwerpen bezig te houden. En ben je het eens met die kop uit de Volkskrant die ik straks citeerde? En het blijft als men in mijn hoofd rondzingen als ik over dit soort dingen praat. De gewone Nederlander is helemaal niet boos. Ben je het daarmee eens of ben je het er niet mee eens? De cijfers wijzen wel in die richting, maar je perceptie zou anders kunnen zijn. Nee, ik denk dat de gewone Nederlander niet boos is. Ik denk dat heel erg is. Maar dat het is ook de manier waarop je een vraag stelt. Wat je boos maakt. Maar kijk, bijna alle handelingen die je doet in je dagelijks leven, doe je gewoon vanuit jezelf en met elkaar. Dat heeft helemaal niks te maken met een overheid of met politiek of met wantrouwen in instituties. Heel veel van het samenleven doe je met elkaar. En daarin is nog best veel vertrouwen in elkaar en bereidheid om elkaar te helpen. Daar zit helemaal geen boosheid in die onderlinge relaties. Pas als het gaat richting instituties of politiek en je bevraagt dat, dan is het misschien een tijd waarin die boosheid wat toeneemt. Maar ik denk dat het heel erg meevalt. Laten we het hebben over het boek uiteraard. Ik heb twee citaten voor jullie uit dat boek. Het eerste uit het voorwoord van Jan van Zanen. Een beetje de ultieme burgemeester van Nederland, die schrijft, ik citeer, filantropie en betrokkenheid bij de gemeenschap vormen een essentieel sociaal arrangement. Sterker nog, een maatschappelijke systeem vereiste die ons helpt te overleven. Met een dikke streep heb ik hierbij gezet, helpt te overleven. En dat is ook eigenlijk een beetje de kern van wat Theo zegt. Ontbreekt, hij praat over hoe mensen zichzelf kunnen redden of de overheid redt ze. En hij zegt dan, ontbreekt zelfs dat allerlaatste vangnet, dan rest er gelukkig nog de filantropie. Mag ik dat aan jullie voorleggen? Mag ik met jou beginnen, Joost, als vertegenwoordiger van de zeer grote vrijwilligerssector in Nederland. Het helpt ons te overleven. Ben je het daarmee eens? Ja, Ik denk dat we als samenleving of ook soms de politiek, dat we het accent leggen bij zelfredzaamheid en dat iedereen het individueel zelf moet uitvinden. En ik denk dat de werkelijkheid veel meer is dat mensen het met elkaar uitvinden in hun eigen buurt of in het met elkaar organiseren van activiteiten, het ontmoeten. Dat zie je gewoon alleen al aan de ongelooflijk grote mate van participatie in Nederland in vrijwilligerswerk. En ik denk dat dat een kracht is die zich lang niet altijd zo laat zien. Als je nou kijkt bijvoorbeeld ook naar die opvang van vluchtelingen, dan zien we weer, je noemde het net ook, Charles, we hebben natuurlijk de beelden van het harde daar dan weer recent, of van Steenbergen staan ook nog denk ik op ons netvlies geprojecteerd. Terwijl als je daarachter gaat kijken, er veel meer mensen zijn die zich dan actief in gaan zetten voor die groep van asielzoekers op zo'n centrum. Sterker nog, vaak als zo'n centrum weggaat, de bevolking dat een aderlating vindt in de sociale cohesie in het dorp. In wat soms ook financieel dat centrum heeft opgeleverd. Dus het is niet alleen het ideeel. Maar wat we zien met elkaar of wat we bevestigen is, het is een samenleving die individualiseert, ieder voor zichzelf. En eigenlijk het grote graaien. En ik zie gewoon een hele andere werkelijkheid daarin in de sector van vrijwilligerswerk. Ja. Jan, eens? Ja. Wat ik zie, en als het gaat over overleven, dat er heel veel belangrijke maatschappelijke uitdagingen in het begin worden opgepikt door vrijwilligers, door goede doelen, met steun van fondsen. En neem problemen als de klimaatproblematiek. Hoe lang zijn NGO's er al niet mee bezig om dat op de agenda te krijgen? Biodiversiteit, wie daar nu mee bezig zijn. Dat is goud waard. Dat is een broeikasfunctie, couveuse functie voor relevante maatschappelijke ontwikkelingen die niet meteen worden gezien of worden opgepikt door overheid of markt, omdat ze het niet zien of omdat ze het niet willen of niet durven of niet opportun vinden. En die ruimte, dat die wordt ingevuld door burgerinitiatief, goede doelen, vrijwilligerswerk, et cetera, is van wezenlijk belang om te overleven.
En die gouden eeuw van filantropie, waar Theo Schuit in de Volkskrant vorig jaar over schreef, is dat ook jouw waarneming? Ja, wat ik waarneem is dat we, Theo refereert graag aan de babyboom generatie die in de tijd waarin wij nu leven begint na te laten. Al die vrijgevallen huizen, et cetera. We zien ook dat in de goede doelensector veel geld uit nalatenschap ons toekomt. Dat is mooi. En die huizen brengen lekker veel op tegenwoordig. Precies, ja. Leven de elk nalep zijn voordeel. Ja, precies. Maar de woningnood blijft toch een probleem wat de goede doelen ook niet kunnen oplossen. Maar wat we hebben gezien in de coronacrisis is dat mensen meer zijn gaan geven. Goede doelen die het moesten hebben van evenementen, mensen bij elkaar brengen, sportief of cultureel, ja, die hadden het moeilijk, want dat kon opeens niet meer. Maar de goede doelen met een brede achterban van donateurs en vrijwilligers, die hebben geconstateerd, ze waren natuurlijk ook bang, wat gaat er gebeuren, economische crisis, et cetera. Maar die hebben dus meer inkomsten gegenereerd, meer steun gekregen, meer draagvlak, want daar is de uitdrukking van, hè, die donaties, kunnen verwerven om hun belangrijke werk, juist in deze tijden waarin heel veel mensen het ook benauwd hebben en zich zorgen maken over waar moet dit naartoe, om daar initiatief in te blijven nemen. De wappies zijn in de minderheid? Ja, als je hoort, we geven in Nederland 80% van Nederland geeft aan goede doelen, dan hebben we het over die 18-20% die overal tegen is en die nergens in gelooft en zich ook graag laat bedienen door complotdenkers en andere valse profeten. Ja. Hoe kijk jij daar naar, Marjan? Ik ben het geheel eens met Joost en Jan, dat als je een paar voorbeelden noemt van wat de filantropie vermag, hè, solidariteit, verbondenheid, samenwerking, sociale cohesie werd al genoemd. Maar als je een paar echte voorbeelden noemt, voedselbanken, dat is letterlijk en figuurlijk overleven. En die hebben veel meer te doen gehad gedurende de corona-epidemie. En wat ik zo ook zo mooi vind van filantropie, en daarom hebben wij in onze verkenning ook gewaarschuwd voor, blijf nou een aparte eigenzinnige sector, is dat een filantropie ook tegendraads kan zijn, bed, bad, brood destijds. Dat had letterlijk met overleven te maken, maar ging wel in eigenlijk tegen wat de overheid had moeten doen. Ja, dat maakt ook een hoop mensen zich erg boos ja, over. Hè? Ja. Want even aan de andere kant van de tafel, en dan ga ik dan aan Marjan nog even. Jij schrijft, Theo, ik citeer, naar aanleiding ook van corona, misschien hadden we een pandemie nodig om in te zien dat de Nederlandse overheid het niet alleen redt en dat juist particulier initiatief en maatschappelijke betrokkenheid ons in alle opzichten perspectief bieden. Corona als voordeel en als kans. Ja, die situatie maakte meer en meer, duidelijk wat wij natuurlijk met ons onderzoek gewoon geven in Nederland sinds 1995 proberen duidelijk te maken van Nederland doet het gewoon, het bestaat. Alleen als je dan achter de schermen probeert om politieke partijen als ze met hun verkiezingsprogramma bezig zijn te zeggen, zou u daar misschien ook in uw visie hoe Nederland er in de toekomst uit moet zien rekening mee willen houden, zou u het minstens willen noemen? Het woord filantropie, vrijwilligerswerk, ja, als het verplicht wordt gesteld. Maar je komt er nergens tegen. En dan denk ik, ja, Den Haag, het is ook heel belangrijk dat er een goede overheid is. En ik ben ook, mensen denken vaak dat ik als aanstormende filantropoloog tegen de, moet u gewoon thuis proberen zonder uw, zonder uw tong te verzwikken. Als u het in het Engels zegt, I am filantropologist, nou, dan heeft u zeker de zaal stil. Maar in ieder geval, om toch te weten dat dit een enorme kracht in Nederland is, ook in de historie. We staan wederom hier op de VU. Particulier initiatief is in Nederland, zit genetisch ingebakken. En maak daar ook met de komende uitdagingen gewoon deals mee. En ik heb een heel hoofdstuk geschreven, en daar heeft Edwin ook een prachtig hoofdstuk van gemaakt, naar een werkzame latrelatie. Nou, dat is een prachtige typering hoe je samen dan met overheid, en hij noemt ook barrièrebrekers. Hoe je dus als overheid heel goed om kunt gaan met particuliere initiatieven, wat ook Marjan nu zegt van de WRR, blijf zelfstandig. Maar er zijn zoveel zaken, Wim Pijbers, zijn strijd in Rotterdam. Er zijn zoveel zaken die je veel beter kunt doen als je elkaar in ieder geval kent
en elkaar respecteert, ook de eigen onafhankelijkheid, dan kun je prachtige dingen doen. Ja, en dat zit niet in de politiek. Ik heb Ben Knapen, ik ben gewoon bijna in zijn bed gaan liggen om te zeggen van, schrijf nou eens in het CDA-programma, Marnix, je zit erbij, schrijf nou eens in het CDA-programma als lekkere middenpartij dat dit Nederland is. Nou, no way. Ja, vroeger hadden we klein links, nu hebben we het kleine midden met 5. Ja, 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 oké. Sorry, Ben. Nee. Even naar jou toe, maar Jan Hammers, maar die latrelatie waar Theo over sprak, dat is natuurlijk altijd een evenwicht, hè? Want je hebt natuurlijk de landelijke overheid waar jij in opereert, we hebben lokale overheden en dat geweldige veld van filantropie, eigen initiatief, goede doelen. Kun je daar een beetje over reflecteren, hoe je naar die verhouding, die latrelatie waar Theo zo beeldend over schrijft? Ja, ik denk, het is voor heel veel terreinen echt heel anders. Ik weet dat in het sociaal domein, een beetje een Haagse term natuurlijk, die jij eigenlijk ook een beetje beschreef, hè, en jij net, daar is het volgens mij heel gebruikelijk om op buurtniveau echt samen te werken, samen projecten aan te gaan. Waar het wat lastiger is waar volgens mij financiële stromen elkaar raken. Dat merk ik zelf in ieder geval heel erg. Ik heb lang in de cultuursector ook gewerkt en rondgelopen. Daar is filantropie echt onmisbaar. Ik bedoel, we hebben hele belangrijke cultuurgoederen niet kunnen behouden als niet gewoon mensen daaraan geschonken hadden. Van alles is er echt nodig. Fondsen zijn ook echt nodig om onze cultuursector te dragen. Het is pas door corona, als Theo dat zei, dat we eigenlijk ook particuliere cultuurfondsen en rijkscultuurfondsen bij elkaar gebracht hebben om de cultuursector te helpen om ook na corona weer op te leven. Ik heb vaak aangespoord door Theo, die niet bij mij in bed kwam liggen, maar wel iedere keer zei, Marjan, je moet daar wat mee in Den Haag. Geprobeerd mijn collega's ook aan te sporen. En het is echt een ongelooflijk lastig gesprek. We hebben echt wel zo'n, ik kan het niet uitspreken, maar die nieuwe filantropoloog van jou nodig om de geest wel rijp te maken, dat je dit samen kunt doen. Wat is het lastigste in die verhouding? Het lastigste is dat de geldstromen volgens mijn collega's niet mogen botsen. Dat je die uit elkaar moet houden. Het andere lastige is... En waarom is dat zo lastig? Dat heeft te maken met... Omdat je dan gaat verspillen of dingen doen? Ja, gaat doen? Okay. Ja, daar heeft het mee te maken. En voor geld wat je van de overheid krijgt, het is heel erg wat ik nu zeg, daar moet altijd een prestatie tegenover staan. En dat moet altijd goed aangewezen kunnen worden. Wat heb jij gedaan met geld dat voor de overheid is? Bij goede doelen, dat was zo mooi wat Letitia zei, dat wordt in vertrouwen gegeven. En die twee stromingen samen, die botsen echt enorm. Ik zou willen, mag ik nu wel zeggen, dat is toch helemaal geen kabinet, dat ook de overheid wat meer in vertrouwen zou geven. Dan zou je volgens mij veel beter samen kunnen werken. Ik zie Joost en Jan heftig ja knikken. Jij Joost en dan Jan. Ga je gaan. Waarom klik je zo heftig ja, ja, ja? Nou, daar heb ik een voorbeeld van de twee prachtige organisaties in Nederland. De Luisterlijn en de Kindertelefoon. Die denk ik ongelooflijk werk gedaan hebben. Ook gewoon in de coronacrisis. Met gewoon het er zijn voor mensen die even iemand nodig hadden om naar te luisteren. Die worden dan door de overheid worden die via een aanbestedingsprocedure in concurrentie ten opzichte van elkaar neergezet in een procedure waar ze eigenlijk helemaal waar ze niet aan willen voldoen bijna, omdat ze zeggen van wij willen niet elkaars concurrent zijn, wij zijn volgens mij ook samenwerkingspartner. Het Amber Alert en die andere, ja. Las ik laatst, dat ook een soort... Ja. En het beeld van een overheid dat je dan bijna, de ene organisatie, ze hebben gewoon in bijna 30 jaar deskundigheid met vrijwilligers opgebouwd, dat je dat even zoals een buslijn even aan een andere organisatie kan geven en die vrijwilligers daar dan wel in meegaan. Dan denk ik, overheid, sluit aan, ook al heb je met staatssteuntoetsen en alles. Er zijn mogelijkheden om dat anders financieel weg te zetten. En toch zie ik dat een overheid ja, in een spoor stappen van alsof het gewoon een marktwerking is. En naar mijn idee is die samenleving die zich inzet voor en met elkaar is geen marktwerking. Is gewoon maatschappelijke betrokkenheid. Maar Jan, je draagt geen politieke verantwoordelijkheid. Maar kun je er iets over zeggen, over wat Joost zegt? Nou, eigenlijk dat ik het heel erg met hem eens ben. Oké. Okay. Ja, nee, en dat het mooi zou zijn als... En ik hoop zelf ook heel erg dat corona ons dat geleerd heeft. Want er zijn dus wel van dit soort initiatieven
echt ook verder gebracht doordat er mensen over hun schouder zijn heen gestapt in Den Haag. En wel gewoon middelen hebben gegeven. Al is het alleen maar bijvoorbeeld om kansarme kinderen in het onderwijs beter te ondersteunen. Zorgen dat zij ook materiaal kregen om op afstand onderwijs te kunnen volgen. Maar dat heeft heel wat moeite gekost. En ik zou echt willen en hopen dat we dat vanuit de overheid gewoon wat meer gaan durven. Ja, nog een kabinet inderdaad. Hè? Ja. Jan, jij knikt ook heftig ja net. Ga je gang. Ja, twee dingen. Vertrouwen is ontzettend belangrijk. Dat is ook de basis waarop mensen de handen ineens slaan. Maar onderschat niet de wijze waarop inmiddels onze sector verantwoording aflegt. Transparant is over hoe geldstromen lopen, wat er bereikt wordt. Impact is een enorm belangrijk onderwerp de afgelopen jaren geworden. Waar wij onszelf de maat nemen van ja, wat bereiken we nou uiteindelijk ook op lange termijn. Dus in die zin, het is niet zo van als je met een goed doel gaat werken, dan neem je risico, want je weet niet wat er van terechtkomt, et cetera. Dat is één. Het tweede is, in relatie met de overheid hebben wij samen met Joost en Jos en vele anderen in sport en cultuur een pleidooi in Den Haag neergelegd. En we wachten op het nieuwe kabinet om daar dan ook goed over in gesprek te gaan. Dat het heet, Nederlanders willen helpen, geef ons de ruimte. Wij hebben de afgelopen jaren in toenemende mate met brandblussers rond moeten lopen in Den Haag, waar generieke maatregelen, wetgeving werd ontworpen die enorme beperkingen opriep. Barrières. Mag ik jou citeren uit interview in de Telegraaf een tijdje geleden weer? Dan zeg je, als je het allemaal overheidsbeleid bij elkaar optelt, is dat een flinke bedreiging om ons werk te kunnen doen. We maken er ernstig bezwaar tegen. Ja, dat klopt. Dat is pittige taal. Ja, maar als er een wet transparantie in maatschappelijke organisaties wordt ontworpen, die inmiddels gelukkig onder druk, ons druk, is gewijzigd en nu bij de Raad van State ligt, maar die erop neerkwam dat elke donateur die meer dan 15.000 euro geeft met naam en toenaam gepubliceerd moet worden, dan grijp je meteen in de vertrouwensrelatie tussen een goed doel en een donateur. Dat is privacy, maar ook veiligheid van mensen. En dat wordt bedacht ja, vanuit op zich legitieme behoefte om instrumenten te ontwikkelen om terrorisme, haatzaaien, ondermijning en de financiering daarvan te pakken te krijgen. Maar dit zijn zulke draconische, generieke concepten van ingrijpen die enorme schade berokkenen op een sector die het moet hebben van het contact met de burger, het vertrouwen daarin ook. En ja, daar zijn we druk mee bezig. En dat, wij beproeven ook dat in veel van die ontwerpen van regelingen en wetgeving er geen besef direct aanwezig is van goh, wat zou dat betekenen voor het maatschappelijk middenveld, voor onze sectoren. Marjan, ga je nu ook zeggen, ik ben het met hem eens? Ja, ik vrees van wel. Want kijk, jullie weten allemaal dat soort discussies in Den Haag gaan ook soms tussen beleidsterreinen en departementen. En vanuit cultuur en ook vanuit sport, je noemde ze net, proberen wij wel echt die andere kant te laten zien. Laten wij aan het ministerie van Justitie weten dat het echt ongelooflijk doodsteek zou zijn als wij niet op dezelfde manier die geldstromen vanuit de goede doelen kunnen blijven steken in onze sectoren. Ja, dat maar helpt ook een beetje, maar het belangrijkste is dat jullie het heel goed blijven vertellen. Ja. Zometeen, ja, maar dat, mag ik nog één ding zeggen, Jean? Ja, dat is natuurlijk wel een signaal van dat er eigenlijk toch meer nodig is. Namelijk dat de filantropie gewoon als een heel belangrijk maatschappelijk instrument, is een beetje verkeerd woord, ik kan niet zo snel een ander instrument. Maar dat Den Haag dat ook gaat zien. Dat je dat erbij kunt betrekken om dit land leefbaarder, vreedzamer, mooier te maken. Zometeen geef ik jullie de gelegenheid, als je dat wilt, vragen te stellen of opmerkingen te maken. Even maar Jan, want ik zie je ook reageren. Ja, nou, ik ben het helemaal eens met wat er gezegd is, maar ik heb wel even een waarschuwend vingertje. Dat is iets wat wij in onze WRR-verkenning ook gezegd hebben. Het is een complementaire, vaak initiërende rol, maar niet een substituerende rol. Dus je moet wel, denk ik, heel goed uitzoeken wat is de plaats en de rol van de filantropie en wat is die van de overheid. Er stond een prachtig voorbeeld in van droom en daad over dat park in Rotterdam. Dat schuurde tussen die twee. Tussen daar geef uit in twee zinnen. De droom en daad is, ik geloof dat het vermogensfonds, maar in ieder geval, die wilden een park aanleggen in Rotterdam. Ja, Wim Pijbers is erbij. Ja. Wim, er ligt hier een microfoon. Oh, daar is er ook een. Ja, ga je gang. Ik probeer het in twee seconden of twee minuten uit te leggen. Parken, nou hier in Amsterdam het Vondelpark, ooit ontstaan als privaat initiatief voor iedereen. Dus het was ook gewoon open voor iedereen, heel goed. Op een zeker moment is dat, na de oorlog, is het aan de stad toegekomen om het te doen. Nou, wij zien aan alle kanten dat publieke parken, stadsparken, het niet meer er optimaal uitzien.
Overheden bezuinigen erop om allerlei redenen. Nou, dat is allemaal begrijpelijk. Dan zie je dat er tegelijkertijd overal burgers opstaan, vrijwilligers, noem het maar op. En die wordt het leven ongelooflijk zuur gemaakt om inderdaad de goede bedoelingen tot uitvoer te brengen. En als er dan ook nog fondsen opstaan die zeggen van, nou ja, wij willen eigenlijk wel ook financieel bijdragen, dan zie je die overheid zie je ineens in een enorme kramp schieten. Dan moeten ze dus, dat is de angst, macht of bepaalde beslissingsbevoegdheden, moeten ze dus afstaan. En daar is een enorme, Theo noemde het net even een gevecht, maar het is inderdaad, ik ben inderdaad al een jaar of 4, 5 aan het vechten. En ook zo langzamerhand hopeloos hoe je dat nu in goede banen kan krijgen. Wat Marjan net aanhaalt, die zegt van het moet complementair zijn, overheid en particulier initiatief. Zeker. Maar het wordt lastig als een van die twee partijen, de overheid, een soort obstakel wordt. Dan is de complementariteit wel heel erg lastig. Als ik dat voorbeeld van die parken mag noemen. In Amerika heb je Central Park. Nou, dat was in de jaren 80, 90 een verschrikkelijke plek. Duizend rape and murders. Serious crimes heet het dan in de statistieken. Dus dat was een plek waar je na 5 of 6 niet meer moest zijn. De mensen daaromheen, wel vermogend, die zagen die achtertuin van hun verloederen en verloederen. Toen is daar een club opgestaan die heeft gezegd van, nou weet je wat, onder Giuliani was dat, de stad doet openbare orde, verlichting en het budget om het schoon, heel en veilig te maken tot op zekere hoogte. Wij doen, en dan sluit ik me aan, dan komt er on top of dat, komt er een geldstroom op gang, en die is inmiddels majeur, kan ik zeggen, die het echt mooi maakt en die het echt goed maakt om in de kwaliteit van Central Park, zoals het vroeger was, weer voor iedereen aangenaam te maken. Nou, het succes van Central Park, de Conservancy, dat is een CEO, een directeur, die beheert dat, is helemaal goed, met een contract met de stad, dus het is voor iedereen toegankelijk, maar met particulieren, en die hebben daar nu eigenlijk, die hebben, nou, voor het zeggen wil ik ook niet zeggen, maar die hebben eigenlijk, bepalen die in grote mate, afgestemd met de overheid, dat Living Apart Together geregeld, hoe dat park functioneert. En dat model, dat proberen we nu in Nederland ook te implementeren. En dat is dus tamelijk lastig, maar we gaan er wel komen. Want ja, het is een beetje bamboe. Je moet door blijven duwen en iedere keer als die overheid ietsje achterover leunt, dan moet je ze in die stand houden. Met het park gaat het goed, met Giuliani is het sindsdien wat minder goed. Ja, dat is goed. Maar het park gaat goed. Maar, ja, okay. Maar dit is dus een heel mooi voorbeeld van de samenwerking. Nou ja, mooi. Het kan mooi worden. Het schuurt wat van samenwerking tussen gemeenten en vermogensfondsen, of in ieder geval goede doelenfondsen. Maar aan de andere kant maakt diezelfde overheid ook via de Social Impact Bonds weer enorm gebruik van de filantropie op een manier die eigenlijk niet zou moeten. Want dan verzakelijk de filantropie veel te veel in zo'n social impact bond. Okay, dus het is een dunne lijn. Theo, ga je gang. Ja, ik wil niet vooruitlopen op de inhoud van het boek, maar in ieder geval over de kwestie van hoe overheid en filantropie met elkaar om moeten gaan. Zijn er drie, een apart hoofdstuk aan gewijd, en er zijn drie soorten belangrijke aanbevelingen. Het eerste aanbeveling heet het zogenaamde Gouwenberg paradigma. Dat betekent, je moet elkaar kennen, je moet elkaar ontmoeten en je moet met elkaar op een respectvolle wijze overleggen. In ieder geval, je moet weten wat je doet. 1. 2. Je moet uitgaan van een matchingstheorie. De overheid is heel goed in bepaalde zaken. Wat Wim ook aangeeft, de overheid kan heel goed doen met de openbare veiligheid, dat is de overheid. Terwijl vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties zijn weer goed in andere zaken. Dat heet een matchingstheorie. En de derde aanbeveling is, maak een contract. Maak gewoon een contract, we gaan het nu voor 2 jaar doen, of voor 3 jaar, als het niet lukt. En René Bekkers en ik hebben al vaak aan de overheid, Marjan, aangeboden om MOL aan te bieden. Dat is een masterclass op locatie voor overheidsambtenaren. Neemt u het mee, neem het mee in je overleg met de andere SG's. René en ik staan te popelen om inderdaad... Marjan is nou al 2 keer met het panel eens. Gaan we voor 3 keer, Marjan? Oké. Oké. Nou, dat is geregeld. Ja. Zijn er vragen in de zaal of opmerkingen voor hoe vaak heb je zo'n prachtig panel bij elkaar? Iemand? Helemaal niemand? Ja, achterin moet je even een microfoon komen. Mag dat? Stel je even voor als je wilt voor de zaal. Dankjewel. Mijn naam is Mark Wortman. Ik loop al een tijdje rond in de filantropische sector. Ik vind het niet zo zwart-wit als mevrouw de Visser
zegt. Er zijn toch vele vormen van samenwerking, zeker op lokaal niveau, waar dat heel goed gaat tussen overheden en non-profit organisaties. Ik zou ook niet te bang voor zijn. En ik denk ook dat wat we ook zien is dat er mengvormen ontstaan. Hè. We hebben net een paar weken terug een congres gehad van de Corporate Foundations. Wat bedrijven doen in de sfeer van maatschappelijke doelen. Dat neemt ook enorm toe. Mede onder druk van de medewerkers van bedrijven. Hè, toen ik afstudeerde was Shell de nummer 1 werkgever in de intermediair top zoveel. Daar wilde iedereen werken. Nou, dat is helemaal niet meer zo. Mijn kinderen die willen werken bij een bedrijf dat ze maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. En ik vind dat een hele interessante ontwikkeling. Dus de doelstellingen van non-profit organisaties en bedrijven en overheid gaan juist mengen, overlappen elkaar. En de kunst is om daar iets goeds mee te doen. Dus waar we vroeger vrolijk scholden op de multinationals, dat is nu een veel diffuser beeld, zeg jij ook, bij de jonge generatie. Ja, zeker. En dat juich je toe. Ja, maar er zijn ook heel veel bedrijven die zeggen, wij bestemmen nu een deel van de winst voor maatschappelijke doelen. Ja. Het is een interessante ontwikkeling en ik denk dat met de schotten die ik toch ook nog wel zie hier in deze discussie en het denken binnen de overheid is het hopeloos verouderd. Dus Theo, je moet inderdaad de boer op, de politiek bestoken en we moeten als sector ons veel meer laten horen. Die filantropologie die komt er, ik voel het. Ja, ja, ja. Joost? Nou, ik kan er wel bij aansluiten. Ik denk dat we hadden het net een beetje over de kant van de overheid in zijn regelgeving en zijn wetgeving. Ik denk dat we daar gewoon een punt hebben die we maakten. Als ik ook lokaler kijk, zie ik soms een hele goede zaak. Ik noem één voorbeeld. Humanitas is bijvoorbeeld met Homestart, met vrijwilligers, actief in multiproblem gezinnen. Die doen daar geen interventies, maar die zijn gewoon één dag in de week of een dagdeel, drinken ze daar thee en koffie en brengen een stukje rust en ruimte in dat gezin voor gesprek. Dat vind ik een prachtige aanvulling op dat wat gewoon de officiële jeugdzorg en hulpverlening kan blijven doen in dat gezin. En door die aanwezigheid van die vrijwilliger kan die beroepskracht soms ook weer meer in die interventiekant zitten en niet alleen maar in de ijskast kijken of daar voldoende eten is. Dus dan zie je een prachtige combinatie, vind ik, tussen daar waar vrijwilligers werken, Humanitas met geschoolde vrijwilligers, heel goed weet wat je vrijwilliger wel kan vragen en niet kan vragen, hoe die elkaar aanvullen. Dus op het sociale domein, je noemde het al even, zie ik prachtige verbindingen tussen dat wat je professioneel moet oppakken en dat wat je vrijwillig kan doen. Maar op het gebied van wet en regelgeving heb ik echt zoiets van, daar wordt gewoon echt in doorgeschoten. En moeten we veel meer ruimte en vertrouwen geven aan een sector die gewoon laat zien dat hij de dingen kan. Die bossen was held. Ik kom tot een afronding met jullie allemaal. Ik vraag aan jullie allemaal, ik begin hier bij Marianne, dan kom ik ergens vanzelf voor het laatste woord bij Theo uit zometeen. En voor jullie allemaal heel simpel de vraag, wat is de komende 5 jaar de grootste kans en de grootste uitdaging voor deze sector, Marianne? De zichtbaarheid, ik denk dat dat het nummer 1 is. Uitdaging, of kans, of dat is een, nee, dat is een uitdaging. Het is natuurlijk ook niet voor niets dat die filantropologie er moet komen. Ik denk zelf, ik ben het niet helemaal met meneer Wortman eens, dat het wel een balanceeract is om te kijken wat er hoort bij de taken van de overheid, wat bij de filantropie en hoe ze elkaar kunnen vinden. En ik vind het voorbeeld van Humanitas vind ik prachtig. Dat is echt typisch filantropie. Dat is ook eigenlijk een uitdaging. Oké, helder. Jan, uitdaging, kans? Ja, ruimte. Komende regeerakkoord, de uitdaging is om daar expliciet ook die ruimte in bevestigd te krijgen. We zien een politiek die bij ieder incident, en wij zijn natuurlijk een sector, mensen maken fouten, dingen gaan mis. Dus zullen incidenten blijven, maar als incidenten aanleiding zijn om in de Kamer meteen te roepen om maatregelen, ingrijpen, desnoods een noodwetgeving, dan gaan we de verkeerde kant op. Er is nu al een discussie gestart door staatssecretaris Veilbrief. De status van AMBI, hè, algemeen nutbeoogende instelling, te koppelen aan of het past binnen het zittende kabinetsbeleid. Dat is een politisering van de ruimte voor deze sector. Ja, mensen, dat is echt, dat is aan de orde. Daar wordt over nagedacht. Nou, daar moeten we verder van blijven. Dan komen we uiteindelijk in toestanden die Oost-Europees beginnen te lijken. En die ruimte is echt de kern van, of de rand van. Zij het al politbureau, ja. Ja. En Marjan, grootste kans en uitdaging?
Ja, nou, als ik heel even mag reageren, want dat heeft volgens mij echt vooral te maken met dat ze de onzichtbaarheid van de geldstromen, dat maakt mensen heel nerveus. Dus goed dat je daar veel meer aan gaat doen. Ja, ik denk dat het een grote kans is en dat, om na corona te blijven laten zien, dus echt zichtbaarheid, en erkenning krijgen voor een ongelooflijk belangrijke functie die filantropie vervult in onze samenleving. Nou, daar zou ik heel erg op inzetten de komende 5 jaar. En laten we echt zoeken naar vormen van samenwerking. Joost? Ja, wat ik als kans zie is dat je ziet dat de inzet voor die samenleving steeds diverser wordt. En dat is naar mijn idee goed. Dus je ziet zowel het hele informele bijna via de buurt-app in de buurt, waarin mensen elkaar eerst vonden in die buurt het op veiligheid, maar nu gewoon ook op sociale elementen elkaar vinden. Dus dat informele dichtbij, nauwelijks georganiseerdheid erin, maar wel elkaar vinden, tot en met eigenlijk de grote organisaties die dat heel professioneel doen. Dus gebruik die diversiteit. En ik denk dan, waar gaat het knellen? Ik vind dat er ongelooflijk veel terechtkomt eigenlijk bij besturen, van of dat nou de kleine sportvereniging is of de grote landelijke organisatie. En we moeten echt investeren in hoe besturen dat kunnen blijven doen en het leuk blijft. Want anders zie ik gewoon heel veel verenigingen omvallen. Ja, Thijs? Ja, we zijn natuurlijk allemaal in het sector van doeners. Dus ik denk dat daar ook de sleutel en de oplossing in ligt. Toen minister van Binnenlandse Zaken was, heeft hij zijn tanden stuk gebeten op een kabinetsvisie op burgerschap. Is er nooit gekomen. Hij ging naar de Raad van State en zijn opvolgers hebben het ook maar niet meer geprobeerd. Dus ik denk dat het echt in het doen ligt. En het boek van Theo leest ook als een soort actieagenda. En het zit hem ook echt in dat sociaal contract, in die latrelatie, in dat gaan doen. En de overheid een beetje dwingen tot wat bescheidenheid. Ik denk dat als we in het doen en het vragen om bescheidenheid, dat we echt wel een heel stuk komen de komende jaren. Ja. Theo, laatste woord is aan jou. Ja. Zoals het hoort. Nou, in ieder geval ontzettend bedankt iedereen. Maar ik wil ook nog zeggen, u bent allemaal lid van organisaties. En als u deze boodschap, die vandaag ook in ieder geval niet, ook enigszins wordt onderschreven. Als u die boodschap ook wilt uitdragen via uw eigen kanalen en uw eigen organisaties. Daar gaat het eigenlijk om. Vandaag gaat het weer over politiek. Als dit onderwerp gewoon een paar keer in de media komt, maar ook via uw eigen kanalen, moeten we zorgen dat als u de inhoud onderschrijft, dat veel mensen dat komen te weten. De tweede uitdaging voor mij is dat we zijn met hulp van de Vrije Universiteit in 1995 begonnen met geven in Nederland, met aandacht te vragen voor de rol van het maatschappelijk middenveld Partij Initiatief. We zijn met onze eigen afdeling ook al jaren bezig, omdat ook in Europa, met een Giving Europe, mijn collega Barry Holwerf, René, mijn collega's, met Giving Europe. Ook in Europa is het met alle problemen die er de komende jaren in klimaat, als je weet wat fondsen doen op het terrein van klimaat, maak dan ook inderdaad een soort latrelatie met een actief Europees maatschappelijk middenveld. Dat is in feite de uitdaging voor mij de komende 5 jaar, dan weet u dat. Dank jullie zeer. Een applaus voor het forum. Dank je wel. Wil jij de forumreden? Marjan, ik krijg nog een cadeautje. Want ik wil het. Birgit, hartelijk bedankt voor de organisatie. Ik wil even Birgit hartelijk bedanken. Graag een applaus. Je hebt nog de originele, ja. En terwijl het forum zometeen zijn plek op zoek, hebben wij nog één filmpje. Opnieuw weer uit de praktijk over het Kansfonds. Mijn naam is Willemijn Gerritsen, ik ben bestuurslid bij de NOV. De NOV is de Vereniging voor Vrijwilligersorganisatie in Nederland. En de NOV houdt zich bezig met heel veel verschillende dingen, waaronder belangenbehartiging, het versterken van de infrastructuur voor vrijwillige inzet en bijvoorbeeld kwaliteitsverbetering voor vrijwilligerswerk.
2021 is het Nationaal Jaar van de Vrijwillige Inzet. En onder de campagnenaam Mensen Maken Nederland is de NOV een initiatief gestart om meer en nieuwe mensen aan te moedigen om vrijwilligerswerk te gaan doen. Dus om organisaties te helpen om nieuwe vrijwilligers te vinden, zijn we de Kennisboost Week gestart. En in die Kennisboost Weken gaan experts en ervaringsdeskundigen die delen inzichten of praktische handvaten over hoe organisaties nieuwe mensen kunnen werven, flexvrijwilligers kunnen inspireren of bedrijven aan zich kunnen binden. Het basisprincipe van het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet en de Kennisboost Week is dat we mensen willen leren wat voor plezier en gevoel van zingeving het doen van vrijwilligerswerk geeft. Daarnaast helpen we natuurlijk ook de organisaties om hun doelen te halen en uiteindelijk de samenleving. Maar wat voorop staat is dat we willen laten zien wat je allemaal wel niet bereikt met vrijwilligerswerk en hoeveel mooier, leuker, socialer, inclusiever, noem maar op. Maar hoeveel beter Nederland is door mensen die zich vrijwillig willen inzetten voor een ander. Ik ga afsluiten. Ik vond het een prachtige bijeenkomst, Theo. Ben je tevreden? Wat zou het mooi zijn als we al die droom van jou over die gouden eeuw van filantropie. En ik zou er zelf bij zeggen, geef de politieke rattenvangers geen kans. En we zijn met z'n allen volgens mij sterk genoeg. Een slotapplaus is ook voor jullie zelf wat dat betreft. Dank dat jullie er allemaal waren. We nemen namens Theo. Dank je wel.